Philippe Cocu is volgend jaar geen hoofdtrainer van PSV. Dat meldde hij zelf al na de bekerfinale. Zelfs als we kampioen worden, ga ik er gewoon vanuit dat ik volgend jaar een stap terug doe. Aldus Cocu. Technisch directeur Marcel Brands voegde daaraan toe dat Cocu volgend jaar trainer van de A1 wordt. Assistent Chris van der Weerde gaat met hem mee naar de jeugd. De andere assistent van Cocu, Ernest Faber, zal volgend seizoen wel weer als assistent van het eerste elftal aan de slag gaan. Dick Advocaat blijft de belangrijkste kandidaat van PSV om de erfenis van Fred Rutte over te nemen. Dankjewel. Succes. Ja, dankjewel.